Onder de klanken van de Ajax-mars neemt Ajax onder 18 het op tegen Sparta onder 18. Ajax staat op de derde plek achter koploper PSV en AZ. 1 puntje achter dus. Dit is een wedstrijd die je moet winnen met nog 5 duels te spelen. Lange bal van Sparta. Niet goed weggewerkt. En daar is Pieters, de rechtsback, op avontuur. De bal op Kamperveen, de spits. Kaats met Baiers. De eerste kans, Baiers en de redding van Reverson. Uitstekend gedaan van de Ajax-doelman. Het regent, pijpen stelen. En dan deze bal van Walid Agogil met overzicht op Kaloko. Heeft tijd om te schieten. Daar komt het schot, de redding en de rebound. Stanis Idumbo Musambo brengt Ajax op voorsprong. Goed werk van Walid Agogil en David Kaloko. En Stanis Idumbo Musambo heeft geen enkel probleem om de 1-0 in te tikken. Goede start van Ajax onder 18. Agogil en dan Alders. Verspeelt daar de bal op eigen helft. Sparta weg. Kamperveen en Gorisson. Gorisson kapt, draait en dan het schot. Maar dat gaat een metertje naast. Geen hoekschop voor de linksbuiten. En Ajax met Rico Speksnijder. Heeft ruimte. Een mooie paas op Idumbo Musambo. En een schitterend poging. Gaat maar net naast. Mooie paas, prima aanname. Niks mis mee, alleen een beetje pech voor Stanis Idumbo Musambo. De ruststand was 1-0. En Sparta levert de bal in. Shahid met een mooie paas op Stanis Idumbo Musambo. De poging en gaat weer net naast. Het staat niet mee voor de man met rug nummer 10. Stanis Idumbo Musambo. Dan een schitterend paas van Shaheen van Bohemen op Rico Speksnijder. Met ruimte en daar wordt hij onderuit gehaald. En dat is natuurlijk een strafschop. Geen discussie over mogelijk. Speksnijder heeft pijn. De bal verdwijnt op de stip. Boerhout legt aan. En de hij kansloos. 2-0 voor Ajax onder 18. Comfortabele voorsprong. Dankzij deze prima genomen strafschop van Joran Boerhout. Sparta nam risico, Ajax kreeg ruimte. Mohamouchi, de invaller, blijft in balbezit. Hamouchi, het schot en de redding van Rafael de Heij. Op deze poging van Mohamouchi. En weer Ajax met Speksnijder. Mooie combinaties. Stanis Idumbo Musambo en Mohamouchi met de 3-0. Mooi doelpunt. Tiki-taka op de zaterdagmiddag. Speksnijder op Idumbo Musambo en Mohamouchi met de 3-0. Wat kon Sparta nog? Valentijn Zandbergen. Een van de invallers houdt de bal binnen. Nog steeds Zandbergen. Voorzet en de kopbal en een goede redding van Reverson. De Ajax-doelman speelt een foutloze wedstrijd. Ziet ook Frank Perenboom en Jan Wouters. Dan zijn we in de slotfase van Bohemen en Shahid. Met de opening op natuurlijk Rico Speksnijder. Schitterend buitenkantje links en de kans voor Nieuw Vierek op de paal. En naast. Grote kans op de 4-0. Na het schitterende werk van Rico Speksnijder. Reverson nog één keertje, maar daar klinkt het eindsignaal. En wint Ajax afgetekend met 3-0 van Sparta. En daardoor blijft de ploeg met nog 4 wedstrijden te gaan volop meedoen om de bovenste plaats in de voorjaarscompetitie.